Op de wc kom je vaak op de beste ideeën. Want waarom toiletpapier weggooien als je het prima nog een keer kan gebruiken? Bij de rioolwaterzuivering in warme huizen hebben ze daar iets op gevonden. Nou, hier komt het rioolwater binnen. Dan halen we eerst het zand eruit en dan de haren en alle vuiligheid die er eigenlijk in zit. Zodat je eigenlijk alleen het gebruikte wc-papier nog maar overhoudt in het water uiteraard. En dit houd je uiteindelijk over. Cellulose, het hoofdbestanddeel van papier. 400 kilo wordt er dagelijks geproduceerd. En daar kun je mooie dingen mee doen. Ja, een heel mooi voorbeeld is een stuk fietspad wat in Friesland is aangelegd. Daar zit cellulose uit zo'n installatie in verwerkt. En daar wordt dus over gefietst. En ook in Ameland is een stuk dijkversterking aangelegd waarin cellulose uit rioolwater in is verwerkt. Stinkt het ook? Nou, het is niet helemaal reukloos, maar het stinkt niet. Ja, geld stinkt natuurlijk ook niet, maar het project is vooral bedoeld voor een beter milieu. Vanaf het Noordzeekanaalgebied tot en met Texel gebruiken we ongeveer 1 miljoen rollen wc-papier per week. Nou, dat is veel. En het is natuurlijk zonde als het gewoon verdwijnt. En uiteindelijk bijvoorbeeld als methaangas de lucht ingaat. Denkt u nu in het vervolg als u de wc doorspoelt, daar gaat een stukje fietspad? Nou, zo denk ik er wel over. Nou, we hebben bij ons op kantoor ook de spreuk geïntroduceerd. Gebruik gerust een velletje extra.